Hi, leuk dat je kijkt en welkom op het kanaal van Eneetjes Gracefully. Ik ben Annette en ik heb vandaag de unboxing van de Look Fantastic Beauty Box van de maand januari. Zoals je hoort ben ik nog heel erg aan het herstellen van mijn keelontsteking. Ik hou het dus ook echt heel erg kort, want ik ben nog kort ademig, hoesten. En ik wilde jullie toch eventjes de inhoud van de box laten zien. De box was dus op tijd. Ik was helaas ziek, dus ik kon hem niet eerder voor je opnemen. Maar ik ga je laten zien welke 6 producten er deze maand in de box zaten of zitten. Ik begin even met deze van This Works. Dit is de Stress Check Mood Manager. Dat is zo'n spray die als je even goed schudt en dan even om je heen spuiten, diep ademhalen om je een beetje te kalmeren en... Die heeft al vaker in de box gezeten, dus ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met dit soort sprays. Maar ja, ik ben natuurlijk ook al jaren lid van de Beautybox, dus het is ook logisch dat die af en toe toch nog steeds voorbij komt. Dan zit er ook zo'n Gacha steen weer in. Ook die heb ik al vaker gehad. Ik heb helemaal niks met dit soort producten. Denk ik altijd van nou hartstikke leuk en dan na 2 keer ligt het ergens te verstoffen. Dus ik gebruik het gewoon niet. Dus dat vind ik een beetje jammer. Maar dat is het tweede product. Het derde product is van Nail Ink. En dat is een nagelverharder. Nou, dat is natuurlijk altijd weer ideaal. Het is gewoon een blanke lak. Je kan hem dus gewoon op je nagels doen. Twee laagjes. En dan versterkt het je nagels heel erg. Dus dat is altijd ideaal. En dat vind ik ook leuk dat dat er eens een keer in zit. Die hebben we volgens mij niet eerder gehad. Wel gewoon gekleurde lakjes. Maar niet zoiets. Dus de dikke prima. Dan hebben we een product van Dr. Lip. Deze heeft er ook al vaker in gezeten. Dit is de Lip Tint. Dus dit is eigenlijk gewoon een lippenbalsem. Maar dan met een kleurtje. Je kan hem eventueel ook op je wangen gebruiken. En er staat zelfs ook op je ogen. Maar ja, dit lijkt me niet echt een kleur die je op je ogen doet. Vaak als je rood rondom je ogen gebruikt. Zie je er heel ziek uit. Dus... Nou, dat lijkt me niet, maar prima om voor gewoon in je tas te bewaren en lekker lippenbalsem te gebruiken. Dus dat is die. Ene laatste product is van Weleda. Skin Food, de Rich Intensive Skincare Moisturizer voor zeer droge en rough skin staat er. Ik heb heel lang geleden, dan praat ik echt over 10 jaar terug, wel eens een product van Weleda gebruikt. En daarna eigenlijk nooit meer, omdat... Weleda krijgt hele goede reviews en het zijn hele fijne producten. Maar ze werken vaak met iets van Camilladrin. En ik ben toen een keer echt helemaal in de bulten geschoten van een product van Weleda. En heb het daarna nooit meer gebruikt. Dus maar goed, wat ik zeg, we zijn 10 jaar verder. Misschien moet ik het gewoon weer eens een keer proberen. Mijn huid is natuurlijk inmiddels ook door de menopauze wel een beetje veranderd. Dus misschien dat ik het een keer een paar dagen op mijn kaak moet proberen om te kijken wat er gebeurt. En, maar het krijgt hele goede reviews en het zou echt een hele fijne skin moisturizer moeten zijn. Dus dat is die. En dan tot slot zit erin een product van Philip Kingsley. Dat is wat meteen ook wel mijn favoriet voor deze maand. Het is een maximizer. Ik koop ook regelmatig de producten van Philip Kingsley. Je hebt de Elasticizer. Dat is een heel mooi haarmasker. Ik heb de Leave-in Conditioner gebruikt. Ik heb shampoos, conditioners gebruikt. Ik vind het echt een heel fijn merk. Dit is de Maximizer, dus dit is echt een beetje volumespray. Dus als je je haar gewassen hebt en je doet een paar spreetjes voordat je het gaat drogen, dan krijg je er een enorme volume boost van. Dus die ga ik zeker lekker gebruiken. Dus dat zijn eigenlijk de producten van deze maand. Ik ben een beetje mixed feelings, met name omdat deze, daar vind ik niks. Deze heb ik eigenlijk al te vaak gezien. En deze heb ik ook al een paar keer gezien. Maar ja, met deze 3 producten vind ik dan eigenlijk wel weer helemaal prima. Dus ik ga het gewoon lekker allemaal gebruiken. En wat ik niet gebruik, dat ga ik gewoon weer weggeven. Dus het komt altijd wel goed terecht. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En een duimpje omhoog te doen. En ik zie je graag een volgende keer. Groetjes. Hoi.